Ja, wat te doen met afgevallen blad in de vijver? Ja, moet eruit. Iedere keer weer. Dus 2-3 keer per week tijdens het najaar met het schepnet gewoon netjes alles eruit halen. Nou zit hier ook nog behoorlijk wat kroos in. Ook dat kan er natuurlijk uit. Want de vissen vinden het natuurlijk erg fijn en ook de onderwaterplanten als er weer wat licht naar de bodem kan. Dit is wel heel erg donker zo het water. Dat afgevallen blad, als je dat laat liggen, dan zal dat uiteindelijk naar de bodem zakken. Jaar na jaar zorgt dat ervoor dat er een steeds dikkere laag op de bodem eigenlijk aan het rotten is. En dat rottingsproces, dat verbruikt weer zuurstof. Zuurstof hebben we juist nodig in het water om het helder te houden en voor de vissen. Daarom zet je er ook al de zuurstofplanten in. En het rottingsproces zorgt ook weer voor voedingsstoffen in het water. Want ja, die planten, dat blad, dat geeft uiteindelijk voedingsstoffen aan het water. En dan krijg je weer meer algengroei. Dus aan alle kanten is het allerbeste om al dat afgevallen blad eruit te halen. Ik ga wel even één testje doen. Even kijken met het schepnet hoe de bodem hier eruit ziet. Heb je een vis te pakken? Ja. Oh ja. Lekker voor de sushi. Kijk. Dit is wat er op de bodem ligt. Allemaal afgevallen blad. Is nu al aan het rotten. Eerlijk gezegd, het is nog niet een hele dikke laag, dus in deze vijver valt het mee. Maar voorkom dat het meer wordt, hè.